Veel meer mensen moeten door de academische ring gaan, zei minister Henry Ory van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur tijdens een persmoment op het departement. De bewindsman geeft aan dat de nieuwe censusstelling die dit jaar van start gaat, een beter beeld zal moeten geven wat het huidig aantal aan mensen is die hoger onderwijs hebben genoten in het land. De huidige data is niet zo mooi, meent Ory. En de hoger onderwijsinstelling, MBO, duidelijk naar boven. En ik heb de indruk echt dat de nieuwe censuscijfers waarschijnlijk op het MBO moeten echt een beter beeld moeten geven. Want ik kan niet zeggen dat Suriname is stilgestaan die 12 jaar. Dus dit is niet om terug te worden, maar we hebben allemaal een doel om toch die manpower van Suriname dat beschikbaar moet zijn om al die ambities in die sectoren te realiseren, op een hoger niveau te brengen. En hopelijk corrigeren we dit plaatje straks als de censusgegevens naar buiten komen. Maar nogmaals, mijn vermoeden is heel positief dat het een andere cijfers zullen zijn. Dan nog moeten we ons samen gaan kijken hoe we natuurlijk het hoger onderwijs, die manpower, moeten zijn op basis van vraag en aanbod. We gaan ook met de particuliere sector moeten praten over de concurrentie. De minister geeft aan dat het nodig is om de particuliere sector erbij te betrekken als het gaat om het uitstippelen van beleid op het gebied van onderwijs. Om dit doel te bereiken wordt zowel particulier als de instelling bij de overheid een stukje beleid moeten gaan ontwikkelen om dit proces te realiseren. En wij moeten vanuit het ministerie beleid ontwikkelen en we gaan gewoon een platform inzetten waarbij we het HBO-beraad en universiteitsberaad bij elkaar moeten zetten om samen aan die doelen te kunnen voldoen. We gaan het samen moeten doen met de spelregels die we hebben. Er is pittige concurrentie, ook volgens mij. Ik zie ook dat de ARCUS dat aanvoelt, dat ze ziet wat mensen ook kiezen nu op dit ogenblik om toch wel een studie te gaan doen met een HBO-instelling in plaats te gaan naar de universiteit. Dat zijn natuurlijk gezonde ontwikkelingen, maar ze hebben wel repercussies. Dat is dus van belang dat we dat goed in de gaten houden. Ory benadrukt dat er een transitie moet komen binnen het hoger onderwijs. Er zullen wat veranderingen worden doorgevoerd voor wat betreft de wetgeving met betrekking tot hoger onderwijs.